Na weken van hard werken en geploeter is het winkelplein in Vathorst veranderd. En het winkelplein is opengetrokken en dat betekent dat er nu veel ruimtes ontstaan in het midden. En mensen hier, zoals je nu ziet, in ieder geval een plek hebben om gezellig samen te komen. En te kunnen zitten. Er zijn allerlei bankjes gezet op het plein. En u ziet, er wordt al volop gebruik van gemaakt. Maar natuurlijk is het dan ook een soort evenemententerrein. Die hadden we ook nog niet. Dus het zal een heel praktisch plein worden. Wat is je eerste indruk van dit plein? Een hoop zand. Een hoop zand. En zaten we daar op te wachten in Vathorst? Jawel. Ja, hè? Ja. Het is wel leuk zo'n plein. Bedankt. In het winkelcentrum. Okay. Je kan er heel veel leuke dingen doen hier. En, ja. We hebben een beetje een evenementenplek, hè? Ja. Wat zijn jullie aan het maken? Een spiegel en een magneet. Een button? Een spiegel en een magneet. Oh, en hoe komt dat er dan uit te zien? Zoals dat daar? Ja, zo. Eens kijken. Deze is al gemaakt. Ja, en deze ook. Oké. Okay. Wil je alles maken wat je wil? Of is dit als voorbeeld? Ja, dit zijn voorbeelden. En dan gaan jullie dat zelf intekenen en dan kan dat later op de button gemaakt worden. Dan heb je een eigen button dus. Oké. Okay. Nou, bijzonder. Ja, dit is wel heel leuk. Wil ik ook wel eigenlijk. Ik wil ook een button. Zo moet je beginnen. Oh, zo moet je beginnen. Oh, dan ga je toch filmen? Hier. Goed vasthouden. Ja? Dan ga je hier door het oog kijken. Ja? Dan ga ik hier zitten, ja? Zie je me nou of niet? Ja. Goed. En ik ga dus een button maken hier. Die ga ik tekenen. Oh, deze is van jou, hè? Ja. Dus dan moet jij die afmaken. Ja. Oké, goed gedaan, jongen. Jij wordt een cameraman. Laat je papier gaan. Nou? Nu ga ik een laatste droom. En hoe heet hij je? Kane. Hoe? Kane. Kane. Kane was onze cameraman, mensen. Goed gedaan, Kane. Ik ga jou een kaartje geven van Vathorst TV, dan kun je melden. Hoe gaan we met de worsten? Ja, super. Voor ja? Die zijn de laatste worsten. Ja? Jeetje, want je hebt een hele rij, hè? Handbeugels en alles overheen. En die waren allemaal van de? Van de kustwaardige groep. Heb jij een lekker worstje? Heb je die zomaar gekregen? Is die lekker? Jacqueline van der Laan, die staat hier bij de blender. En Jacqueline van der Laan is wijkcoach en is ook een van de organisatoren van deze dag. Jacqueline, vertel eens even, wat is er vandaag gebeurd? Wat is er vandaag gebeurd? Vandaag is hier het plein in gebruik genomen. Het Vathorst Winkelplein. En we hebben vandaag Gein op het plein. Oké. En ik maak, althans ik, nee, de kinderen maken smoothies. Ja. De verhoging is weggehaald en er is gewoon een multifunctioneel evenementenplein gemaakt. Oké. Okay. En hier kunnen dus ook bijvoorbeeld met lentefairs en kerstfairs en allerlei evenementen. Er kan hier dus ook straks een podium opgesteld gaan worden. Nou ja, er staan bankjes. In november komen er nog bomen. En daar is een heel mooi speeltuintje ook voor de kinderen. Maar vanaf dat het opgeleverd is van de week, heb ik daar buiten 's nachts dan, heb ik daar alleen maar kinderen in spelen. Dus dat is nu al een succes. Nou, gefeliciteerd. Fijne dag verder. Dankjewel. Het gaat helemaal lukken. Tot de volgende keer. Tot de volgende evenement.